sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Denk wat, sprookjesboom. Het belooft een spannende avond te worden. Welkom bij een avond met Wolf. Dank u wel. Het is een zangwedstrijd. Er zijn straks 4 kandidaten die het tegen elkaar op gaan nemen. Maar er is ook een fantastische presentator die het al helemaal heeft gemaakt in de showbusiness. En ik heb het natuurlijk over mijzelf. Een groot applaus voor Wolf! Dank u wel! Die zomerse muziek, die fijne melodie, geniet van wat je hoort en ziet. Ja, klap maar mee! Het is feest op ieder plein, van de Piranha tot Ravelijn. Kom erbij en dans op die zomerse muziek. Applaus! Dank u wel! Er zijn vanavond dus 4 zangtalenten die het tegen elkaar op gaan nemen. En u beslist uiteindelijk met applaus wie er wint. En onze eerste kandidaat is een vrouw met een stem met een lekker rauw randje. Dames en heren, een heel groot applaus voor haar! Ze is er al, dames en heren, Heks! Dank u wel. En let op mijn woorden, hè. Ik ga winnen! Nou, dat weten we nog niet, Heks. Het publiek bepaalt uiteindelijk met applaus wie er wint. Hier bij een avond met Wolf verloopt alles eerlijk. Nou, als je straks niet op mij stemt, dan mest ik je vet en eet ik je op. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, want hier is jouw tegenstander. Dames en heren, een heel groot applaus voor Blankek! Hallo allemaal! Hallo. Wat leuk dat ik mee mag doen met deze zangwedstrijd! Nou, je moet tegen mij! Oh jee! Kampioen, ik word kampioen! Kampioen, ik word sprookjesboom zangkampioen! Ja, zoals u misschien al heeft gezien, er zitten 2 klapjes in het liedje verstopt. Let maar op Langnek en doe maar mee. Oh, klap maar mee, klap klap. Ja, en dan nog een keer. Klap klap. Allemaal, klap maar mee. Klap klap, ja zo. En dat doen we nog een keer. Klap klap. Ja. Oh, ik ben wel benieuwd of ze dit ook in het liedje kunnen. Nou, dat zal toch wel? Denk je? Tuurlijk. Daar komt ie. Kampioen. Ik word kampioen. Ja. Kampioen. Ik word sprookjesboom zangkampioen. En we gaan beginnen. Mooi. Dit zijn onze eerste 2 kandidaten. Ja. En dames gaan voor. Dus Heks, jij mag beginnen. Ja. Waarom? Nou, dat is wel zo netjes. Ach. Ik hou niet van netjes. Nee, ik doe niet netjes. Maar... Goed, nou, dan beginnen we gewoon met Langnek. Hè? Oh. En kijk eens wat een lange nek die heeft. Ja. Ja, die steekt je altijd uit om anderen te helpen. Dus help Langnek maar even mee. En steek je nek maar met hem uit. Kun je anderen helpen? Steek dan je nek uit. Steek dan je nek uit. Allemaal? Steek dan je nek uit. Haal anderen niet naar beneden. Maar stel elk ander tevreden. Ja, komt ie dus. Kun je anderen helpen? Steek dan je nek uit. Kom maar omhoog. Steek dan je nek uit. Hoe gek. Steek dan je nek uit. Steek je nek dan. Er gebeuren rare dingen in het sprookjesbos. Van sprookjes bij elkaar komt rammeland. Als die dan ook bij mijn persoon te raden komt, dan bied ik een helpende hand. En is er iets aan de hand? Gebruik ik mijn neus, mijn nek en mijn ogen. En vanzelfsprekend mijn gezond verstand.
Maak allemaal je nekkers lang. Doe maar. Heel goed, ook de papa's en mama's. Heel goed, en nou weer intrekken. Heel goed. Twee keer per dag oefenen voor het beste resultaat. Kun je anderen helpen? Steek dan je nek uit. Oké. Okay. Steek dan je nek uit. Ja. Steek dan je nek uit. Haal anderen niet naar beneden. Maar stel elk ander tevreden. Dus kun je anderen helpen? Steek dan je nek uit. Steek dan je nek uit. Steek dan je nek uit. Steek je nek dan uit. Een heel groot applaus voor Lekker! Dank u wel. Ja, dank je wel. Graag gedaan. Wat vond dit toch een spannende wedstrijd. Je ogen omhoog, dat op dat toch. Die spanning, die sensatie, die competitie. Och, ik hou er zo van. Ik denk dat hij ze nog heel moeilijk gaat krijgen. Hoezo? Laat maar. Jij bent aan de beurt. Prima. Surpiet. Goed. Dames en heren, jongens en meisjes. Mag ik u onverdeelde aandacht voor degene die elke sprookjesbosbewoner bijna net zoveel angsten jaagt als ik? Een heel groot applaus voor Hex. Allerbeste zing. Ik heb iets getoverd waarmee ik de pan uitsling. De muzikaalste van de hele heksenkring. Met mijn klappen van de tango. Ik weet niet waar dat gezamenlijk over ging. Oh, met die surpiet lag in rekening. Merk daarin ook dat ik mezelf niet meer bedwing. Met mijn klappen van de tango. Wat een de saxofoon, ach, veel te groot. De klarinet, nietje van het. En om de trom, die vind ik schoon. Dat is voor een ander misschien leuk, maar is voor mij dus niet mijn ding. Ik wil mijn kwabben doen, kwabben doen, het ding, ding, ding. Mijn kwabben doen, het ding, oké, mijn spel vraagt nog een beetje oefening. Maar ik kan winnen volgens mijn berekening. Of ik speel vals waardoor ik iedereen verdreng. Met mijn kwabben doen het tingel. Mijn kwabben doen het tingel. Kwabben doen het tingel. Kwabben doen het tingel. Kwabben doen het tingel. Was ik niet geweldig? Yeah! Oh, en als je straks gaat stemmen, hè, niet vergeten om te klappen voor me. Ja, of natuurlijk gewoon voor mij. De meest flamboyante, extravagante, charmante wolf. Hoi, Hex. Oh. Hey, Ezel. Hoi. Nou, breek een poot. Oh, dank je. Ezel. Ja? Je bent veel te vroeg. Wat? Ik moet de hele aankondiging nog doen. Ach, joh, ik ben het toch al? Nee. Oh, ik heb wekenlang geoefend en erg hard gerepeteerd op een fantastische gast neer te zijn. Oh. Dus je komt nog maar een keer opnieuw op. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik een heel groot applaus voor... Hoi. Hey, dat kapje. Hoi. Oh, hey. Oh. Hey Ezel, ik heb echt super veel zin in deze zangwedstrijd. Oh, ik ook. En ik heb een heel leuk liedje. Oh, en wie wil nou niet een heerlijk hapje? Liedje? Van Roodkapje. Ja.
Ja, nou goed, zullen we doorgaan? Weet jullie eigenlijk wel wie ik ben? Ik ben namelijk Ezel! Uit het bekende sprookje, tafeltje, dikje, ezeltje. Sprookje! En ik ben Roodkapje en ik wil eigenlijk wel heel graag beginnen. Nou, ik eigenlijk ook wel. Nou, dan doe ik even de aankondiging. Dames en heren, jongens en meisjes, een groot applaus voor kampioen. Ik word kampioen. Kampioen. Goed zo. Ik word sprookjesboom zo'n kampioen. Ja, en nog even voor alle duidelijkheid. Ezel en Roodkapje doen dus ook mee aan deze zangwedstrijd. Ja, en u beslist straks met applaus wie er wint. Ja, maar jullie moeten eerst met z'n allen heel hard meedoen bij mijn liedje. Ik zing zo meteen tafeltje dekje. En dan roepen jullie met z'n allen... Ezeltje stekje! Kom, oké. Okay. Dik poep goud, dat is een eigenaardig trekje. Het is echt waar, want ik klets heus niet uit mijn nekje. Daar gaan we! Tafeltje dekje, ezeltje, tafeltje dekje, ezeltje, tafeltje dekje, ezeltje, ja! 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 Oh, is het gelukkig, hè? Oh, nou, gefeliciteerd met je gouden kaart. Gefeliciteerd met je gouden kaart. Oh, nu ben ik aan de beurt. Oh, wacht. Jongens en meisjes, hier is er dan in leefrijd. Ja, maar de muziek is begonnen. Wegwijzen. Ja. Ga je gang. Ja. Ik heb een lieve oma, die geeft zoveel cadeaus. Mm-hmm. Ik kreeg van haar dit kapje dan, ik heb hem al een poos. Ik draag hem elke dag, omdat ik oma zo graag mag. Sindsdien eet ik, wat snap je, simpelweg Roodkapje. Oh. Dus, wat is mijn naam? Roodkapje! Ja, maar dan met z'n allen en dan heel hard. Ja. Ik ging eens naar mijn oma, die woont diep in het bos. Toen kwam ineens de wolf, toen waren wij de klos. Eerst hapte hij mijn oma, toen mij met huid en haar. Pas op voor de boze wolf, hij is een groot gevaar. Ja. Dus, wat is mijn naam? De Katje! Ja, die vind ik niet zo lief. De wolf! En wie is mijn held? De jager! Hey, en wie vind ik het liefste? Ja, want mijn oma bakt heerlijke taarten! Ja, lust er iemand soms een stukje taart? Ja! En dan doen we hier al met de taarten mee. Oh, dan beginnen we aan deze kant, doen we allemaal onze armen hoog in de lucht, tot we helemaal taart zijn, oké? Ja! En wat is mijn naam? Roodkapje! Ja, wie vind ik niet zo lief? De wolf! Heel goed! En wie is mijn held? De jager! En wie vind ik het liefste? Want mijn oma bakt heerlijke taarten! Lust er iemand soms een stukje taart? Ja! Achter die handen! Mooi! Mooi! Ja! En weer terug! 3, 2, 1! Oh, gaas! Mooi! Mooi! Oh, wacht! Dit kunnen we ook met z'n allen van voor naar achter! Mooi, natuurlijk! 3, 2, 1! Ja! Oh, mooi zeg! Een groot applaus voor Roodkapje! Gaan we nu over stemmen van de halve finale. Wie vond u het beste? Wie wordt vanavond sprookjesboom zangkampioen? Ik denk jij. Ik denk jij. Nee, ik denk ik. De kandidaten trekken zich even terug, zodat de jury kritisch in de raad kan. Ja, trekken zich even terug. Ja. Je moet af. Wat? Af. Oh, sorry. Nee, helemaal af. Oh, helemaal af. Ja hoor. Ga nou af. Je gaat zelf af. Ik ben een aantrekkelijke vet. Oh, yeah. Ik ben niet te weerstaan. Oh, yeah. En zoveel dametjes lopen achter mij aan. Oh, yeah. Want iedereen vindt mij mooi. En met mijn speurneuzen vind ik mijn prooi. Oh, yeah. Ja, die was een beetje minder. Hè? Die kan straks wel iets harder. Maar ik heb even een vraagje voor jullie. En wie vindt zichzelf eigenlijk knapper dan ik? Zoveel? Jij ook? Jij en jou ook? Echt waar? Krijg toch allemaal de hik? Wat de knapste? Dat ben ik. Ik ben slim en intelligent. Oh, yeah. Ik ben een aantrekkelijke vet. Oh, yeah. Zin
je waren ooit de klost. Ik ben de enige echte knappe wolf van het Sprookjesbos. Ik ben slim en intelligent. Oh yeah! Oh yeah! Oh. Geweldig! Maar goed, we gaan nu dus over tot het stemmen voor de halve finale. Er zijn twee categorieën, de mannen en de vrouwen. Dus Langnek en Ezel en Roodkapje en Heks. En we beginnen bij de mannen. Bent u voor Langnek? Klap dan nu zo hard mogelijk! Oké, redelijk applaus. Misschien bent u ook veel meer fan van Ezel! Dat is duidelijk, Ezel staat in de halve finale. Maar met welke vrouw? Heks of Roodkapje? Bent u voor Heks? Klap dan nu! Ja. Veel fans van Heks vanavond, maar misschien houdt u nog meer van Roodkapje? Ja. Blijkbaar niet. Goed, Heks en Ezel staan in de halve finale! Ja. En dan nu. Het beslissende moment. De finale. Het zal een moeilijke beslissing worden. Wie wordt vanavond Sprookjesboom zangkampioen? De finalisten gaan nog één liedje voor u zingen. En daarna beslist u weer wie er wint. Maar let goed op, want u moet ook meedoen in deze finale. Ik geef u straks één woord dat u zo hard mogelijk mee moet zingen. En daarna beslist u met applaus wie Sprookjesboom zangkampioen is geworden. Okay. En het woord dat u moet meezingen, dat is... Het woord dat is... Kampioenen! 1, 2, 3, kampioenen! Ja, jullie zingen dus op je allerhardst kampioenen. Met z'n allen, daar komt ie! 1, 2, 3, kampioenen! Nou, dat kan nog wel een beetje harder hoor. 1, 2, 3, en wie staan er stevig in hun schoenen? Dat zijn toch de kampioenen! Wie zijn er om te zoenen? Dat zijn toch de kampioenen! Oh, wat heb ik een plezier! Wat de winnaars, die staan hier! Bij wie had nooit de tong op de schoenen? Dat zijn toch de kampioenen! Die verdienen er miljoenen! Dat zijn toch de kampioenen! U zag zojuist onze beste kant. Ik zou het zo weer overdoen. De finalisten van de Sprookjesboom. De Sprookjesboom zijn kampioen. Een applaus voor de finalisten! Dank u wel. Maar dan nu het belangrijkste moment van de avond. Ja. Het moment dat u bepaalt wie Sprookjesboom zangkampioen wordt. En dus het overwinningslied mag zingen. En we gaan beginnen met Ezel. Kom er maar bij. Vindt u dat Ezel heeft gewonnen? Klap dan nu! Dank u wel. Redelijk applaus. En misschien zijn er ook meer fans voor Heks. Blijkbaar zijn er fans voor Heks. Want Heks is Sprookjesboom zangkampioen. Yes. Gefeliciteerd. En mag je het overwinningslied zingen? Oh, ja, echt waar. Oh, maar dan wil ik een koor. Een koor? Ja, dat jullie zomaar achter. Oh leuk, een achtergrondkoor. Ja. Dat doen wij. Ja, hier staan. Beetje opschuiven. Heel maar wel een beetje rustig en zachtjes. Tuurlijk. Doe mijn best. Okay. Zodra de techniek meewerkt. Ja. Snap ik? Ja. Voor u staat de kampioen. De winnaar van vandaag. Nog één keer geef ik hem van cadeau. Het van Jetje. Want voor jullie zing ik graag. Want dankzij uw applaus sta ik hier. Uw applaus.
Chargé! Uw applaus bracht mij over de spring. De stemmen zijn geteld. Zwaai maar mee! U zag zojuist mijn beste kant. Ik zou het zo weer overdoen. Want ik ben de kampioen. De sprookjesboom zang kampioen. Oh, de laatste met z'n allen. Oh, zeg, ja. Kampioen! Applaus voor hem! Oh, en ook voor Ezel natuurlijk! Dank u! Dank u! En wat is een avond met wolven? Zonder sprookjes, boom niet! Nog een lied? Natuurlijk, met z'n allen hartstikke gezellig. Dus doe allemaal je armen maar hoog in de lucht! Hoog in de lucht! Ook de papa's en de mama's! Hoog en ook achterin! Ja, dan gaan we zwaaien! Er was eens een sprookjesboom. Een hele grote sprookjesboom. Er was eens een sprookjesboom. In het sprookjesboom. En die mogen alle kinderen heel wat gaan klappen. Oh ja. En alle papa en mama's klappen maar gezellig mee. Er was eens een sprookjesboom. Een hele grote sprookjesboom. Er was eens een sprookjesboom. In het sprookjesboom. Zing maar mee. Er was eens een hele grote. Er was eens een. In het sprookjesbos. Een applaus voor iedereen, ook voor jezelf. Want meedoen is belangrijker dan winnen. Applaus. Dat doet me denken aan een reus. Maar dat, lieve kinderen,